De verbrandingsoven van Wageningen zal niet meer worden gebruikt. Districtsraadslid James Critchlow zegt dat sinds 2018 het huisvuil in de buurt van het pompgemaal werd gedumpt. Dat zorgde voor een enorme stank waar de buurtbewoners veel van last hadden. Critchlow geeft aan dat het huisvuil van Wageningen nu naar Nieuw-Nikeri zal worden getransporteerd. Het was in, ik denk was in 11 juli. Toen de sectiegroep van OW, meneer Badal, mij een bericht stuurde van luister, het vuil van Wageningen, pompgemaal. Wat kunnen we ermee doen? Je bent geven ook een op oriëntatie. Gaan we het begraven of wat? Ik ga daar naartoe. Begraven was geen optie. Want daar niet een paar meters verder heb je een bron van waterleiding, denk ik, SWM. Een waterbron. En als je vuil gaat begraven. Onder water kan ook meegezogen worden voor de gemeenschap en daar heb je wel een ziektekiemers, dan kan ziekenisme. En toen is er een optie bedacht en, om het vuil te transporteren naar Nikeri, ondanks een tweede werd opgezet binnen net naast het dorp. Dat was een enorme last voor de gemeenschap. Waar heb je met de vliegen, rookontwikkelingen, de smog die hing in de gemeenschap van Wageningen, dat was echt hinderlijk. En toen heeft meneer Badal toen een doorgegeven. Hij heeft zo'n projectdossier opgesteld, aangeboden aan de minister. En er is een instemming geweest voor transport en zo is het geschied. Dus momenteel wordt Wageningen opgeschoond voor alle vuil. Alle doti, ik kon naar Soudrin, Nikeri Stortvatpluis, die is openbare Stortvatpluis. Dus dat is hem, tot nu toe. Heb jij al IEI? Critchlow zegt dat de verbrandingsoven nooit heeft gewerkt. Vanaf het in 2018 is overgedragen aan de gemeenschap. Hij adviseert dat de verbrandingsapparatuur liever wordt gedoneerd, zodat het elders gebruikt kan worden.